Oké. We zitten in de trein. Het is vandaag 29 juli 2011. En het belooft wel een gedenkwaardige dag te worden vandaag. Ik ben op weg naar Den Bosch. We hebben afgesproken met Leonie. We hebben een stiekem plannetje bedacht. Ik ga nog niet vertellen wat het is. Dat zien jullie namelijk vanzelf. Laten we eens kijken of ze er wel is. Wat gaan we doen, Leonie? Ja. Wat heb je bij je? Het lijkt wel een mitrailleur. Ja. Wie weet. Zit niet. Waar zijn we nu? Den Bosch. Kijk. Den Bosch. We wachten op de bus. Als ik zeg waarheen, dan... Ja, dat... wel een beetje voor de hand liggen, hè? Kun je al een nummer noemen of niet? Nee. Nee, ook niet, hè? Nee. We zitten nu in de bus. Wil je laten zien wat er in dat plastic zakje zit? Kijk. Ah, ja, dat is het. Ja. Hey, ik ben er. Hoi, nou, we zijn er of niet? Ja, we zijn de bus uit de stad. Wat ligt daar in de verte? Daarachter ligt het, hè. Een blauw hek. Het buitenland daar. Het blauwe hek is het buitenland. Gaan we de grens over? We gaan kijken of het gaat lukken. Waarschijnlijk moeten we het hele land omlopen. Het hele land om? Het hele land om. Nou, dus zijn we nog wel even bezig. We zijn nog wel even bezig. Maar het loopt natuurlijk altijd de moeite om even door het hek te gluren. Dus, dat denk ik ook. Kunnen we het zien. Dan zullen we maar gaan lopen dan, want zijn we er morgen nog niet. Ja, precies. Ik loop wel door. Dit is zo bizar. Hier hebben we een hele drukke weg die onder die viaducten door. En dan heb je hier een heel donker bos. En daar begint het land van ooit. Zullen we meegaan, hè? Op het gevaar af dat we een baggerslag er tegenkomen. Of stor, of rak. Rak zat hier net al om de hoek. Een paal. Dit is één attractie die we kunnen doen, hè? Ja. Oh. Hij staat er. Ja. Er is nog wel meer. Voorzichtig. Let op wat je doet. Nu gaan we het buitenland in. Ja. Je moet Nederland uit. Omdat het land van ooit in. Ik kom je achterna. Ja. Is dit een veilig punt? Achter de grenzen. En ver het bos in. Dan zijn jullie natuurlijk hartstikke benieuwd. Wat nou zit er nou eigenlijk in die zak? We gaan hem dus openmaken. Leonie heeft hem gemaakt. De laan van ooit. We gaan hem ophangen. Op de laan van ooit. Oh ja, de andere kant is ook belangrijk. Aan de andere kant staat... Ooit is waar het altijd is geweest en altijd zal blijven. Tussen drunen en vlijmen omhuld in bossen en mist. En voor altijd veilig in de harten van ooiters en kinderen van ooit. Met gesloten grenzen ter bescherming voor de buitenwereld. We achten voor iedereen wiens ziel is vervuld van ooit. Ga
graaf Wildebras en gravin Rondalia nog altijd zullen blijven regeren. In het land van ooit. Die is ook heel mooi. Strijder voor het land van ooit. Ik ben heel benieuwd hoe lang het blijft hangen. Ja. We hebben deze paal uitgezocht. De laan van Oort.